Ik ben Samira, Europarlementariër voor D66. Ik ben Bert-Jan, Europarlementariër voor de SGP. Ik ben Anja en ik ben Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren. Wat is voor jou het allerbelangrijkste politieke thema? Ja, dieren natuurlijk. Als je van de Partij voor de Dieren bent. Is dat natuurlijk ook niet zo verrassend? Voor mij is de beschermwaardigheid van het leven het belangrijkste politieke thema. Je ziet dat overal, ook in Nederland, het aantal abortussen enorm toeneemt. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Als Europarlementariër is voor mij het belangrijkste politieke thema democratie. Dat iedereen moet meedoen in ja, de Europese besluitvorming. Maar dat ook heel veel mensen in Europa begrijpen wat we hier in het Europees Parlement doen. Wat is het leukste aan je werk? Ja, dat is wel de, de variatie, denk ik. Toch wel de, de enorme dynamiek. Uh, het feit dat je over zoveel belangrijke onderwerpen mee mag denken. Uh, in de ochtend ben je aan het vergaderen over de Paling. Uh, in de middag gaat het over de Jonge Boerenregeling. Het allerleukste van mijn werk vind ik toch echt onderhandelen. Wij maken hier in het Europese parlement belangrijke wetgeving. Of dat nu gaat over het klimaat, over migratie. Maar onderhandelen is toch wel erg leuk, omdat je dat dus met zoveel verschillende collega's doet. Met andere meningen. Ook collega's van ander soort politieke partijen. Dus dat is wel erg leuk en uitdagend. Wat doe je het liefst als je niet hoeft te werken? Ik haak heel graag. Een hele truttige en saaie hobby, maar ontzettend leuk om te doen. Het liefst kruip ik dan achter de klavieren van het orgel. Dan vergeet ik alles wat, wat er om me heen gebeurt, vergeet ik gewoon. Als ik even niet met politiek bezig ben, dan uh, kijk ik het liefst naar Netflix, Videoland. Ik vind het heerlijk om uh, ook gewoon naar Temptation Island te kijken. Waarom is de Europese Unie belangrijk voor jongeren? De Europese Unie is superbelangrijk voor jongeren omdat het gaat over hun toekomst: natuur, schone lucht, schoon water, schone bodem, gezonde voeding. Klimaatverandering, dat zijn allemaal zaken die in de Europese Unie worden geregeld. En die zijn voor ons allemaal belangrijk, maar zeker voor jongeren, omdat zij het meest geconfronteerd zullen worden met bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering. Wat is het stomste aan je werk? Het minst leuke van mijn werk is denk ik toch echt Straatsburg. Het iedere maand moeten reizen naar Straatsburg, terwijl we hier in Brussel ook onze faciliteiten hebben. Dat is historisch zo gegroeid. Frankrijk hechtte natuurlijk enorm aan ook al van gatenplek in Frankrijk. En ik vind dat echt het minst leuke aspect van het werk. Waarom het Europees Parlement en niet de Tweede Kamer? Omdat het hier prachtig is om te werken met de verschillende culturen. Ik werk elke dag met veel verschillende collega's van andere lidstaten. En dat betekent dat we voor een hele grote uitdaging staan om al die verschillende meningen bij elkaar te brengen omdat in Europa juist heel veel wetten worden gemaakt. Meer nog dan in de Tweede Kamer. En hele belangrijke wetten ook. Wetten die gaan over de natuur, over klimaat. Nou, bijvoorbeeld de Klimaatwet. Dat wordt in, in Europa vastgesteld. Wat is je leukste herinnering aan je middelbare schooltijd? Het mogen debatteren. Ik vond dat toen al heel erg leuk. Ik uh, was het vaak niet eens met leraren en met andere uh, klasgenootjes. Dus ik. Maakte van heel veel dingen, maakte ik discussies. Uh, ik denk dat je daar toen al kon aanzien komen dat, uh, dat ik een politica zou worden. Dan moet ik gelijk denken aan mijn biologieleraar. Die had een enorme slagtand aan, aan de muur hangen. Uh, en op een gegeven moment tijd is een SO, het was mooi stil in de zaal, in, de, in, in het lokaal. Kletterde dat ding van de muur af. Echt in miljoenen stukjes. Nou ja, die man natuurlijk bijna in tranen. Uh, maar eerlijk gezegd, wij hebben daar heel veel lampad. <laughs> Als jij voor één dag europarlementariër zou zijn, wat zou je dan willen veranderen? Ja, mooi.